En dan heet ik u allemaal hartelijk welkom in de aula van de Universiteit Maastricht of thuis. Er is een livestream, begrijp ik, voor deze academische zitting waarin Marianne Nieuwenhuizen, benoemd tot hoogleraar midwifery of fysiologische verloskunde, haar ambt zal aanvaarden door het uitspreken van een rede onder de titel Midwifery, samenspel rond de geboorte. En gebruikelijk is dat we dan eerst even het doopzeel lichten, heel kort hoor, heel kort. Zodat we tenminste weten wie we tegenover ons hebben direct. Alhoewel de meesten dat wel ongeveer zullen weten, hoop ik maar. Hè? Marianne, in 1980 heb ik gelezen, ben jij afgestudeerd als verloskundige. Gelukkig maar, want anders waren we hier nu niet geweest, zou ik zeggen. Hè? En in 2008 heb je dat voortgezet door ook de Master of Public Health te behalen bij de NSPOH, de Netherlands School for Public and Occupational Health, en bij de UvA. En daar ben ik natuurlijk helemaal trots op als public health persoon. Overigens, mijn naam is Nanne de Vries. Ik ben de Vice Dean voor de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. En dat is de faculteit waarin jij benoemd wordt. In 1999 ben je toen bij Zuiduniversiteit begonnen. Zuiduniversiteit of Applied Sciences moeten we dat noemen. En in 2015 was ik ook bij tot lector benoemd. En volgens mij, we gingen het net even na. Wij kennen elkaar ongeveer 15 jaar. Ik heb vroeger in de academische adviesraad gezeten. De wetenschappelijke adviesraad van de Academie voor Verloskunde. Een ander wapenveld is natuurlijk je PhD 2014 aan de Radboud Universiteit. Dat vonden we weer een klein minnetje. Onder de titel, en die zal sommige mensen in deze zaal zeker aanspreken, Choice and Shared Decision Making in Maternity Care. En heel leuk, want het hele team van promotores en co-promotores is hier. Twan Lego Jansen, Raymond de Vries. Raymond, I have to say, I'm very happy that you're here. U moet weten, Raymond woont eigenlijk in Ann Arbor, Michigan. Alhoewel hij een Leidense connectie heeft. Maar, en je verstaat Nederlands, dus ik zei iets in het Engels, maar dat is natuurlijk onzin. Anke de Jonge, Emgo, VU. En in de tijd Irene Korsjens. Ik denk dat zij vast in de zaal zit. Ja hoor, een beetje klein is ze nog steeds, dus... U ziet, we doen het hier altijd een klein beetje relaxed en vrolijk. Want het is toch ook een vrolijke gelegenheid, denk ik. Hè? Voor die gelegenheid heb ik ook even opgezocht wat andere wapenfeiten van je zijn. En ik denk wat heel belangrijk is, naast dat je praktijkvoerend bent geweest en good clinical practice cursussen hebt gedaan enzovoort, dat je heel veel connecties maakt naar de KNOV. De beroepsvereniging, maar ook naar de WHO, naar de International Confederation of Midwives en ook naar de European Midwifery Association. Dus je bent echt een spin in dat web. Dat is heel mooi. En toen ik het allemaal las, en nu ga ik je het gras voor de voeten wegmaaien natuurlijk, dacht ik, dat midwife, waar komt dat nou vandaan? Weet iedereen waar dat vandaan komt, midwife? Mid is oud-Engels en het betekent eigenlijk met, with. With in het Engels, maar he, met, mid. En wife is een woman. Dus je bent degene die bij de geboorte van een kind, bij die vrouw, hè, die sta je terzijde. Het is de moeder die bevalt en de persoon die erbij staat is de midwife. Dus dat kan ook een man of een vrouw zijn. Genderneutraal, zoals dat tegenwoordig hoort. Dus dat is heel mooi. En vroeger heette dat vroedvrouw. En vroedvrouw, dat is eigenlijk iets heel anders. Want vroed, dat staat voor bekwaam of kundig. En vrouw is degene die dat is. Dus vroedvrouw is eigenlijk iets wat je zegt over de persoon van de verloskundige. En dat moet dan wel een vrouw zijn, want ik zou mezelf nooit vroedvrouw kunnen noemen. En ik denk dat past helemaal in dat nieuwe denken natuurlijk. En ook in wat jij direct gaat zeggen, want de titel van je oratie is Samenspel. En dan moet je niet de vroedvrouw zijn die het allemaal weet, de sage femme. Maar dan moet je degene zijn die de moeder terzijde staat. En daar willen we nu graag meer over horen. Aan jou het woord. Deze zomer hoorde ik op mijn favoriet podcast dat Socrates, wanneer hij een ruimte binnenkwam, altijd eerst stil rond hem heen keek.
Door de tijd te nemen en te observeren, vormde hij zich een beeld van wat er gaande was. Ik kan me voorstellen dat u nu denkt, gaat ze zichzelf vergelijken met Socrates? Zeker niet. Maar zoals u misschien weet, was de moeder van Socrates een vroedvrouw en een belangrijke inspiratiebron voor zijn werk. Ik ben ervan overtuigd dat dit kijken hij ook van haar heeft geleerd. Kijken en observeren is immers nog steeds een belangrijk instrument voor verloskundigen om situaties in de geboortezorg in te schatten. Zeer geachte decaan en leden van het College van Bestuur van Zuid, beste collega's, lieve vrienden en familie. Ik ben bijzonder blij dat ik vandaag deze inaugurale rede mag uitspreken in een zaal waar weer gevuld is met mensen in levende lijven. Alleen al dat maakt het de moeite waard om even rond te kijken. Ik wil vandaag stilstaan bij de ontwikkelingen die gaande zijn in de Nederlandse geboortezorg. En speciaal het domein midwifery. En nu wilde ik uitleggen wat midwifery was, een midwife, maar dat heeft Nanne al voor me gedaan. Maar even nog een referentiepunt, behalve de sage-femme. De wiesvrouw in het Limburgs verwijst ook naar die wijze vrouw. Als verloskundige sta je dus bij de vrouw. Dat is de letterlijke betekenis. De Nederlandse taal kent geen equivalent dat daar past binnen de grotere plaatje van de geboortezorg. Vandaar dat ik de Engelse term vaker gebruik om in deze reden ook het domein van de verloskundige aan te duiden binnen het grotere geheel van de verloskunde. Maar eerst iets over mijn achtergrond. Ik ben de kleindochter van een baker. In de eerste decennia van de vorige eeuw hielp mijn oma bij de bevallingen in haar dorp op het Groningse Hogeland. Zij stond vrouwen bij tijdens de weeën, assisteerde de huisarts als die op tijd was en zorgde daarvoor moeder en kind. Dat was in een tijd dat, zeker op het platteland en in arme gezinnen, behalve de huisarts of de vroedvrouw, geen geschoold personeel beschikbaar was voor de bevalling of kraamperiode. En vrouwen elkaar ondersteunen. Mijn moeder vertrok als jonge vrouw naar het midden van het land. Ze werd opgeleid als verpleegkundige en kraamverzorgende. En ik heb haar schrift met de 17 eerste thuisbevallingen die ze beschrijft nog bij me. Daarin ze een mooie observaties maakt van het verloskundig verloop. Maar ook van de families waar ze in die een week lang zorg gaan geven. U ziet, verloskunde zit in mijn DNA. Zelf ben ik vele jaren als verloskundige in Roermond, gewerkt. Aanvankelijk klinisch en later in de eerste lijnspraktijk. Met een hele diverse populatie. Van hoog opgeleid tot vluchteling. Ook een provinciestad weerspiegelt de wereld. Zeker voor verloskundigen die achter veel voordeuren komen. Roermond kent volkswijken waar sociale problematiek van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ooit was de Antillenstraat het onderwerp van de bijlage van Vrij Nederland over intergenerationele overdracht. En lange tijd was er, waar nu het kooplustig Nederland en Duitsland naar het outlet gaat, een opvangcentrum voor duizenden vluchtelingen uit Bosnië. Onze praktijk deed daar de verloskundige zorg. Daar in de slaapzalen van de voormalige kazernes en in de caravans op het terrein woonden Bosnische vrouwen en hun kinderen, vaak zonder hun partner, gevlucht voor een oorlog die nog geen 1500 kilometer bij ons vandaan plaatsvond. Vrouwen met verhalen van angst, onzekerheid en de gruwelijkheden die een oorlog meebrengt. Het is deze achtergrond die mijn kijk op de geboortezorg heeft gevormd. Als verloskundige zie je een grote diversiteit aan aanstaande ouders en de omstandigheden waarin zij leven. Ben je getuige van de verloskunde dat verloskunde zoveel meer is als een medische wetenschap? Of zoals Raymond DeVries, professor Kloosterman, citeert in zijn boek A Pleasing Birth, obstetrics is wider and broader than pure medicine. It has to do with the whole of life. The way you look at life. De geboorte van een kind is meer dan een fysiek proces. Ook leefomstandigheden,
het psychisch welzijn van de aanstaande ouders en de beleving van de geboorte beïnvloeden het verloop van zwangerschap en geboorte en hebben een grote impact op de directe en lange termijn gezondheid van ouders en kinderen. Onderzoekscijfers laten zien dat de gezondheidsverschillen tussen groepen in onze samenleving groot zijn, ook in de geboortezorg. De perinatale sterfte bij zwangeren met een niet-westerse migrantenachtergrond ligt bijna 50% hoger dan bij de gemiddelde zwangeren met een Nederlandse achtergrond. Maar ook zwangeren met een Nederlandse achtergrond, wonend in achterstandswijken, hebben een grotere kans op perinatale sterfte dan zwangeren wonend in andere wijken. Het lijkt zelfs een factor te zijn die zwaarder weegt dan de niet-westerse migratieachtergrond. Daarnaast laten cijfers ook zien dat het psychisch welzijn van zwangeren aandacht vraagt. De prevalentie van psychische problemen in de zwangerschap in de eerste maanden na de geboorte zijn 10-15%. 1 op de 8 vrouwen bevindt zich niet op een roze wolk na de bevalling. Ongeveer 1-2% van de vrouwen heeft een traumatische ervaring tijdens de bevalling die zich uit in een posttraumatische stressstoornis. Om alle ouders en kinderen een gezonde start te geven en goede perinatale uitkomsten te behouden, is meer aandacht nodig voor de omstandigheden waarin aanstaande ouders kinderen krijgen. In de komende jaren staan professionals en de maatschappij voor de uitdaging om een geboortezorg vorm te geven waar de psychosociale en de medische kanten van het ouder worden integraal worden aangepakt. Dat vraagt om een brede blik op alles, op het gebeuren, op de hele mens die bevalt en ouder wordt. De geboortezorg vormgeven vanuit een samenspel tussen ouders en zorgverleners, tussen verloskundige professionals, onderling en met professionals buiten de gezondheidsdomein. En waarbij onderzoek helpt om bruikbare, effectieve aanpakken te ontwikkelen die duurzaam geïmplementeerd kunnen worden. Bij het invullen van die brede blik op de geboortezorg zijn een aantal zaken die aandacht nodig hebben. Ik wil die hier bespreken, hoewel ik zeker niet uitputtend zal zijn. Ten eerste, moeder en kind samen centraal. Al in 2009 is de opdracht om moeder en kind centraal te stellen expliciet geformuleerd in het rapport Een Goed Begin. Langzaam krijgt dit concrete invulling, onder andere via de implementatie van Samen Beslissen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onderwijsmateriaal dat door onze onderzoeksgroep is gemaakt, samen met zwangeren en samen met professionals uit de geboortezorg. Implementatie van Samen Beslissen is niet eenvoudig. Inbedding in de interprofessionele context van de geboortezorg moet nog goed vorm krijgen. Zwangeren en hun partners moeten ervaren dat ze hun wensen en keuzes die ze aangeven, bijvoorbeeld via een geboorteplan, meegenomen worden door de hele keten van de geboortezorg. Zover is het nog niet. Samen met collega's van de Radboud Universiteit kijken we ook hoe we nu nieuwe stappen kunnen zetten. Een van de belangrijkste conclusies van mijn promovenda Michelle McGregor in haar proefschrift over ethiek onderwijs voor verloskundigen was dat inbedding van samen beslissen niet zonder ethische reflectie kan op de interactie tussen zorgverleners en vrouwen. Het gaat daarom het bewustzijn van machtsverschillen tussen de zwangere en de zorgverlener. Het besef dat neutrale informatie een streven is, maar lastig te realiseren. Dat zwangeren ruimte nodig hebben om hun beslissing te kunnen nemen, maar niet in de steek gelaten worden als het besluit of de gevolgen daarvan. Veel vrouwen willen autonomie bij hun beslissing, maar die autonomie staat niet los van de relaties die zij hebben in hun leven, ook de relatie met hun zorgverlener. De behoefte aan steun bij beslissingen is zo divers als er zwangere vrouwen zijn en dan willen we ook hun partners niet vergeten. De belangrijkste relatie die er is daarin is die tussen moeder en kind. Laten we hen als eenheid blijven benaderen en zoeken naar een beste keuze die voor hen samen
het beste is. Ik hoor vaker de afwegingen van enerzijds de moeder of anderzijds het kind. Die dichotomie is niet in het belang van de moeder en het belang van het kind. In goede geboortezorg is die gezamenlijkheid het vertrekpunt. Er zijn uitzonderlijke situaties, zowel medisch als sociaal, die vragen om onze alertheid en durf om te handelen in het belang van één van beiden. Maar laten we ervoor waken dat onze dagelijks handelen wordt bepaald door die uitzonderingen. Diverse onderzoeken laten zien dat traumatische beleving van bevalling vaak samenhangt met verlies aan controle, zich niet gehoord voelen en de keuzes niet erkend worden. Actieve betrokkenheid van aanstaande ouders is logisch in hun voorbereiding op de rol als ouder, als verantwoordelijke voor de gezondheid van een nieuwe generatie. Dat geldt voor de meerderheid van vrouwen. En laten we beseffen dat ook de ratio van een goed geïnformeerde keuze niet voor iedereen haalbaar is, maar dat we toch moeten zoeken hoe samen beslissen ook voor vrouwen die minder hoog opgeleid zijn een plek in hun zorg kunnen hebben. Want ook voor hun is het van belang. Ik wil nu de zwangere zelf aan het woord laten. Ze kan zoveel overtuigender verwoorden wat voor haar van belang is bij beslissingen die genomen worden. Toen werd wel gezegd, ja, door een verloskundige, wat we niet zo vaak zien, maar waarvan mijn dochter zegt van, hey, ik zou niet die manier van samenwerken, die het anders band zoals bij de andere verloskundige, maar die zei echt van, nou, het duidelijk van, gaat het niet worden als je kindje goed is, dus we willen jou sowieso in het ziekenhuis hebben. En toen dacht ik, hey, wacht even. Maar dat wil ik nog altijd zelf bepalen. Dat mag niet zo voor mij tegen mij gezegd worden en zo besloten worden. Dat kunnen we samen samenspraak doen. En ik was toen 29 weken zwanger, dus dat is sowieso ook veel te vroeg dan om zoiets al te zeggen. Samen beslissen vraagt veel van zorgverleners in de interactie met zwangeren en hun partners. Niet zwart-wit omgaan met richtlijnen en toch helder hebben wat op basis van beschikbare evidence de meest toepasselijke optie is. Durven aangeven wat je wel en niet kan als professional en kijken hoe dat anders georganiseerd kan worden. Iedere beslissing bespreken als een keuze. En ook als er geen evidence is, de zwanger ondersteunen om te komen tot een keuze die het beste bij haar past. Een andere opgave die vraagt om een brede blik op de geboortezorg is het dichten van de verschillen in gezondheidsuitkomsten die bestaan binnen de Nederlandse samenleving. Zwangeren die leven in kwetsbare omstandigheden hebben meer kans op ongunstige zwangerschapsuitkomsten. Leefomstandigheden als huisvesting, werkloosheid, huiselijk geweld of schulden zijn gerelateerd aan langdurige stress en een ongezondere leefstijl. Sociale achterstand is geassocieerd met uitkomsten als perinatale sterfte, fetale groeivertraging en vroeggeboorte. Ook in deze regio is dit een groot punt van aandacht. Tegelijkertijd geven ook deze vrouwen aan dat ze niet als kwetsbare zwangeren geduid willen worden. In een studie die we in de regio onder vrouwen die leven in kwetsbare omstandigheden deden, gaven de geïnterviewden aan dat ze in de eerste plaats benaderd wilden worden als een aanstaande ouder die het beste wil voor haar kind. Er is meer onderzoek nodig om tot een duidelijker profiel te komen wat nu kwetsbaarheid is, waarin niet alleen risicofactoren, maar ook beschermende factoren en de mogelijkheden van aanstaande ouders een plaats krijgen. Het is duidelijk dat iedereen hetzelfde aanbod geven niet voldoende is. Om gezondheidsverschillen in de geboortezorg echt aan te pakken, is meer nodig. Dat vraagt zorgverleners die dicht bij de vrouw en haar partner staan, die zichtbaar en benaderbaar zijn voor de zwangere en die inzetten op een goed samenspel met de ouders en de diversiteit van zorgverleners, welzijnwerkers en andere professionals. Programma's als Healthy Pregnancy for All en Kansrijke Start hebben ervoor gezorgd dat gezondheidsverschillen rond de geboorte van een kind duidelijk op de agenda staan. Toch zal er meer moeten gebeuren voordat we kunnen tackelen. Als ik met internationale collega's spreek,
is het duidelijk dat het Nederlandse geboortezorgsysteem waardevolle elementen heeft. Waarbij verloskundige zorg in principe voor iedereen beschikbaar is en de zorg ook voorbij de muren van het ziekenhuis gaat. Verloskundigen hebben een belangrijke rol in die zichtbaarheid. Zij staan dicht bij de zwangere. Zij zien en spreken bijna 90% van hen aan het begin van de zwangerschap en zien hen ook daarna regelmatig. Ze zijn aanwezig in de wijk, komen achter de voordeur en hebben linken met alle professionals die betrokken zijn bij de geboorte van een kind. De netwerkanalyse en het promotieonderzoek van Carola Groene laat zien dat verloskundigen de spin in het web van de Nederlandse geboortezorg zijn. Om goed uitwoording te geven aan die taak, om zorg af te stemmen op de individuele zwangere, hebben verloskundigen tools nodig om meer zicht te krijgen op alle dimensies die spelen in welzijn en leefomstandigheden van aanstaande ouders en om met hen het gesprek daarover aan te gaan. Vanuit het onderzoek dat wij doen in Zuid-Limburg wordt duidelijk dat verloskundigen niet zitten te wachten op weer een vragenlijstje. Ze willen het gesprek aan kunnen gaan met de zwangere, met hun samen verkennen waar problemen liggen en kijken hoe ze daarmee verder om kunnen gaan. Ze willen hun kunnen doorgeleiden naar professionals die meer verstand van zaken hebben rondom exacte duiding en aanpak van sociale problematiek. Dat vraagt een structuur waar toegang tot sociale domein goed geregeld is. Nu is dat nog gefragmenteerd en iedere gemeente anders. In een mooi project werken we nu samen met de Verloskundeacademie in Groningen, die vergelijkbare problematiek in hun regio hebben, en met de jeugdgezondheidszorg als concrete schakel naar het sociale domein. Het is een grote uitdaging om tot werkbare en structurele verbindingen te komen tussen het medisch en het sociale domein. Wat mij veel inzicht heeft gegeven is het project rondom informatie, rondom prenatale screening bij zwangeren met lage gezondheidsvaardigheden. We doen dat samen met TNO en VAROS. Daar wordt duidelijk hoe moeilijk het soms begrijpen is voor vrouwen alle informatie die wij hen geven. Mensen die minder gezondheidsvaardigheden hebben, maken 30% van de Nederlandse bevolking uit. En verloskundigen zien die in hun spreekkamer en spreken die tijdens de zwangerschap. Ze hebben moeite met het opvolgen van adviezen. Zoals adviezen rondom medicijngebruik of wanneer contact op te nemen als er problemen zijn. We vertellen hen vaak te veel, te weinig concreet en we gebruiken beeldmateriaal dat afleidt van de kernboodschap. Een mooie illustratie. In de app die wij ontwikkelen figureerde als animatie een zwangere met blozende wangen. Gezonde zwangere. Bij het uittesten leidde die rode wangen enorm af. De proefpersonen vroegen zich steeds af, wat is er met haar aan de hand? Konden zich niet concentreren op de boodschap. Mensen met meer gezondheidsvaardigheden, meer gezondheidsvaardig maken is lastig. De eerste stap ligt bij ons zorgverleners om ons toe te rusten tot toegankelijke communicatie die past bij een jonge generatie in de geboortezorg. Ook om onze omgeving verder aan te passen. De inrichting van de spreekkamer, de website, beter af te stemmen op zwangeren met beperkte gezondheidsvaardigheden. In de huidige maatschappij neemt het denken vanuit risico's een grote plaats in, ook in de geboortezorg. En we zien dat met een bredere blik op de geboortezorg weer nieuwe risico's geïdentificeerd worden. Dat dit nog te weinig samengaat met inzicht in beschermende factoren en handvatten om dit aan te pakken zonder stigmatisering en met een zelfbepalende rol van aanstaande ouders. Er is steeds meer nadruk komen te liggen op de risico's van zwangerschap en bevalling. Daarbij lijken we in de 21ste eeuw het besef te zijn kwijtgeraakt dat het krijgen van een kind ook iets heel normaals is. En dat vertrouwen een belangrijke waarde en overlevingsnoodzaak in het gezond grootbrengen van kinderen, terwijl bevallen toch nog nooit zo veilig is geweest, heeft dat vertrouwen juist heel belangrijk. Maar in angst kunnen we niet het antwoord vinden voor de geboortezorg
die aansluit op de diversiteit in de samenleving en die het zelfmanagement van burgers een belangrijk doel voor duurzame inzet en kostenbesparing in de gezondheidszorg verder vormgeven. Daarvoor zullen we moeten zoeken naar een benadering die het krijgen van een kind en de geboorte als iets buitengewoons normaals beschouwt. In die context wil ik een noodzaak benadrukken voor het bevorderen van zwangerschap, bevalling en kraambed als een fysiologisch normaal proces. De perinetcijfers laten steeds stijgende trend van interventies zien, zoals de inleiding van de baring, met als recent gegeven dat in 2020 bij meer dan 50% van alle bevallingen een interventie werd toegepast om de baring op gang te brengen. Voor de insiders, dat is inclusief geplande seksio's en strippen als een manier om de bevalling te stimuleren. Tegelijkertijd is de variatie tussen regio's groot, zonder dat dit verklaard kan worden door kenmerken van de populatie of zicht lijkt te vertalen in duidelijk betere uitkomsten. Dit verdient verder verkenning vanuit een breed framework van onderliggende redenen. Onderzoek wat we momenteel samen doen met het NIVO en met de Federatie van Verloskundige Samenwerkingsverbanden. Bij het bevorderen van de fysiologische bevalling past ook de thuisbevalling als een optie voor vrouwen. Recente cijfers uit het geboortecentrumonderzoek laten opnieuw de thuisbevalling zien als een plek met de grootste tevredenheid en de minste interventies. Er zijn goede redenen om het fysiologisch verloop van de zwangerschap en geboorte als kernwaarde in de zorg te houden en dit te bevorderen. Fysiologie is het eigen proces van de vrouw en heeft daarmee een waarde in zichzelf. Een fysiologische bevalling zonder interventies geeft moeder en kind de beste kans op een start, een mentaal en fysiek gezonde start van een nieuwe levensfase. Interventies, ook simpele interventies als een inwendig onderzoek of sturen op rugligging, breekt in op dat eigen proces van de barende en kan het fysiologisch proces remmen of zelfs schadelijke effecten hebben. Zwangeren geven aan dat zij veilige zorg willen, maar ook dat ze zo normaal mogelijk willen bevallen. Hoewel er veel onderzoek gedaan wordt naar interventies, blijft het zicht op de impact van deze interventies op korte en lange termijn beperkt. Zeker als we meenemen dat ook vrouwen willen weten bepaalde uitkomsten belangrijk vinden en daar vragen over hebben. Daarbij laten recente studies zien dat grote groepen zwangeren, vaak de meerderheid van wie uitgenodigd wordt, niet mee wil doen aan die studies, waarin het lot bepaalt of je de ene of de andere onderzoeksgroep ingedeeld wordt. Dat betekent ook dat we meer gebruik zullen moeten maken van observationele studies, die misschien minder bewijskracht hebben, maar wel de impact in de werkelijkheid beter zichtbaar kunnen maken. Er zijn goede mogelijkheden om de fysiologische bevalling te bevorderen, die geen effect hebben op de uitkomsten en aansluiten bij wat barende vrouwen nodig hebben. Recent onderzoek vanuit de Zonneweek Kraamkol samen met het MUMC en de AVM laat zien dat met een simpele interventie als continue aanwezigheid van professionele steun in de ontsluitingsfase meer vrouwen spontaan bevielen, zij minder een ruggenprik nodig hadden, de helft minder seksshows gedaan werden en de kosten lager waren. Terwijl het gevoel van controle gelijk bleef in beide groepen vrouwen, wat aangeeft dat ze zich niet gepusht voelden om zonder ruggenprik te bevallen. Die continuïteit van zorg kan verder gaan dan alleen de ontsluitingsfase. De Cochrane Systematic Review van Jane Sandel laat zien dat continue zorg door verloskundigen van zwangerschap tot kraambed positieve effecten heeft op de vroeggeboortes en spontane bevallingen. Vrouwen met continue zorg waren meer tevreden en ook was er een trend naar lagere kosten. Uit een aantal andere studies blijkt dat uitkomsten van vroeggeboorte nog gunstiger waren bij vrouwen met een lage economische positie. Ik ben heel blij dat we dit samen met de midwifery-onderzoeken van Amsterdam, groepen van Amsterdam en Groningen en Rotterdam hebben opgepakt als een speerpunt in ons gezamenlijk onderzoek en verder willen kijken hoe we dit ook kunnen implementeren.
We kunnen concluderen dat zwangeren en hun kinderen gebaat zijn bij de menselijke maat van relationele zorg. Een geboortezorg op maat voor iedere zwangere en haar kind vraagt om een effectieve interdisciplinaire samenwerking. Een integratie van zorg binnen het medisch domein en een verbinding met het sociale domein. Zorgverleners rond de geboorte worden uitgedaagd om goed met elkaar te communiceren, te luisteren en te begrijpen, om perspectieven bij elkaar te brengen en te zoeken naar common ground. Dat vraagt ook van verloskundigen om te durven staan voor een fysiologisch perspectief en dit te bespreken in een open professionele dialoog. Ik gun verloskundigen dat zij onderling meer gezamenlijkheid ervaren en realiseren. Dit maakt ze samen sterk. Ik zie nog veel versnippering in het veld, terwijl er ook mooie voorbeelden zijn hoe je samen de verbinding kunt maken met andere geboortezorgprofessionals om goede zorg te bereiken. Cruciaal is dat het samenspel rond de geboorte ruimte geeft aan de eigenheid en de inbreng van de individuele zwangere. Inspelen op wat zij nodig heeft en daadwerkelijk ruimte maken voor haar om haar voorkeuren te verkennen, te kiezen en die keuzes ook mogelijk te maken. Het bevorderen van de fysiologische gezonde zwangerschap, geboorte en kraamperiode voor moeder en kind is het leidende thema binnen de leerstoel midwifery fysiologische verloskunde. Daarvoor concentreerden we ons op het verwerven van kennis en inzichten om het normale proces van de geboorte te bevorderen en daarnaast op het ontwikkelen van innovaties om een gezonde start van nieuw leven en ouderschap mogelijk te maken. Zorginnovaties die rekening houden met de diversiteit van en de capaciteiten van de aanstaande ouders en de omgeving waarin zij leven en die vorm en inhoud krijgen in de co-creatie met professionals en cliënten om optimale toepasbaarheid te garanderen. Dat kunnen we als leerstoel niet zomaar doen. We kunnen dat doen dankzij een geweldig team van onderzoekers, docenten en experts. Want laten we duidelijk zijn, betekenisvol onderzoek doe je nooit alleen. Zoals de voorgaande schets al heeft laten zien, is er genoeg te onderzoeken in de geboortezorg. Er is onderzoek nodig naar de determinanten van het gezonde voortplantingsproces en op het ontwikkelen van evidence-based programma's om gezondheid van een nieuwe generatie ouders en kinderen vanuit de geboortezorg te bevorderen. Om die brede blik op de geboortezorg concreet inhoud te geven en professionals daadwerkelijk toe te rusten, zijn meer kennis, vaardigheden en tools nodig. Het vraagt om meer inzicht in wat kwetsbaarheid is en wat beschermend werkt, wat preventie op dit gebied betekent en hoe gezondheidsvaardigheden of effectieve voorlichting werken bij deze jonge en diverse populatie in de geboortezorg. Verloskundigen en andere professionals vragen concrete handreikingen om via dialoog en observatie van aanstaande ouders een goede inschatting te kunnen maken van gezondheidsvaardigheden en hun voorlichting daarop aan te passen. Inzicht te krijgen in de leefwereld van aanstaande ouders en welke preventiemaatregelen daarin werken. Kennis te nemen van verwachtingen en behoeften om via samen beslissen daarop in te spelen. Die handreikingen moeten inpassen in de dagelijkse zorg. Maar het heeft pas echt effect als ook de structuur eromheen verandert en de toegang tot het sociale domein ontsluit. Screenen zonder dat er oplossingsmogelijkheden zijn, is geen zinvolle weg. Binnen het onderzoek is expliciet aandacht voor het perspectief van de zwangere en haar omgeving. De leerstoel wil vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid en salutogenese, waarbij het versterken van wat goed gaat een belangrijke leidraad is. In de aanpak van dat onderzoek zal een mix van onderzoeksmethoden steeds een plaats krijgen. Enking, een van de grote grondleggers van evidence-based verloskunde, schreef al in 2006 dat veel van wat we doen in de geboortezorg, zeker op het snijvlak van fysiek en sociaal, te complex is om de werkzaamheid en de volledige impact in kaart te brengen in randomized control trials. In de mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek kunnen we beter zicht krijgen op de realiteit. Wat werkt, voor wie, onder welke omstandigheden?
In het onderzoek zoek ik ook de verbinding met technologie voor het vinden van slimme oplossingen om zwanger te ondersteunen bij het gezonde leefstijl en betere toegang te geven tot de begrijpelijke informatie. En op een nieuwe manier van communicatie met zwangeren en tussen professionals onderling, ook op afstand, verder te vergemakkelijken. In de afgelopen 1,5 jaar hebben we kunnen ervaren hoe noodzakelijk het plotseling kan zijn. Een goede analyse kan ons helpen om in een tijd zonder COVID hier optimaal gebruik van te maken. Vanuit de onderzoeksthema's liggen er allerlei verbindingen binnen de Universiteit Maastricht met de diverse onderzoeksscholen als Capri en Nutrim en Eva Grow, de vakgroepen Health Promotion, Geneeskunde, Obstetrie en Gynaecologie en met de Gezondheids- en Welzijnslectoraten van Zuid. Samen met deze lectoraten en Capri en de vakgroepen zijn we al volop bezig om verdere projecten te ontwikkelen op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering. De leerstoel en de onderzoeksgroep in Maastricht werken ook landelijk nauw samen met andere onderzoeksgroepen in het midwifery-domein. In Amsterdam, Groningen en Rotterdam. Samen vormen we het Midwifery Research Network Nederland, waarin we samen landelijke projecten opzetten en elkaars onderzoek ondersteunen en versterken. Het moet ook een plek zijn waar jonge onderzoekers een community vinden waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen als onderzoekers binnen het midwifery-domein. Ook de verbinding met internationaal onderzoek kent al een mooie basis en zal zeker verder uitgebouwd worden. De leerstoel wil ook een krachtige verbinding met het onderwijs. De onderzoeken van de leerstoel vinden hun weg naar de diverse curricula waar professionals worden opgeleid voor de geboortezorg. En het geeft studenten de mogelijkheid om evidence-based medicine en onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen met stages en afstudeeropdrachten. Het stimuleren van interprofessioneel leren om als professional in de geboortezorg te kunnen samenwerken staat hoog op de agenda van de leerstoel. Studenten geneeskunde en verloskunde kunnen als toekomstige ketenspartners veel van elkaar leren. Dat gebeurt al in het werkplek leren in de communities of practice. En daarnaast zijn er mooie initiatieven als het moreel beraad tussen verloskundigen in opleiding en co-assistenten verloskunde en een landelijke module fysiologische verloskunde voor verloskundigen en gynaecologen in opleiding. En dit kan nog verder uitgebouwd worden. Daar ook binnen de andere opleidingen van Zuid en het vakgebied van FHML liggen allerlei kansen om samen te werken en samen te leren. Het is een uitdaging om verloskundigen en andere aankomende zorgprofessionals op te leiden voor een bredere blik op de geboortezorg. De opleiding voor verloskundigen moet voldoende ruimte geven om de kennisbasis te verdiepen en nieuwe competenties te ontwikkelen. En tegelijkertijd is de hoeveelheid stage, moeten we die behouden om te zorgen dat de toekomstige verloskundige goed toegerust is voor een verantwoorde beroepsuitoefening. Een deel van die nieuwe ontwikkelingen zal terecht moeten komen in een masteropleiding. Vanuit de leerstoel zijn we nauw betrokken bij het ontwikkelen van een brede master voor verloskundigen. Dit programma moet verloskundigen de competenties geven om een verbinder te zijn in de geboortezorg. Tussen wetenschappelijke kennis en handelen in de praktijk. Tussen data uit kwaliteitszorg en concrete verbeteringen in de verloskundige samenwerkingsverbanden. Tussen de wensen en behoeften van de zwangeren en de aanbevelingen die we vastleggen in de richtlijnen. Tussen zorginnovaties en daadwerkelijke implementatie. En voor continuïteit van zorg tussen eerste en tweede lijn. Dit programma ontwikkelen we met alle opleidingen samen en brengen we onder in een joint degree. Uiteraard zijn de ambities groot, maar dat geldt ook voor de drive om dit te laten slagen. De kracht van de leerstoel Midwifery zit in de verbinding tussen de Universiteit Maastricht en de Hogeschool Zuid. Zo komen twee werelden bij elkaar. Fundamentele kennis over het ontwikkelen van gezondheidsbevorderende interventies, over implementatie in de gezondheidszorg, over wat kwetsbaarheid is, wat preventie vraagt bij jonge aanstaande ouders
die op een drempel staan van de meest verantwoordelijke taak van hun leven, gecombineerd met toegepaste kennis en concrete tools voor professionals om hun in hun dagelijkse werk te ondersteunen naar deze aanstaande ouders. De uitkomst is al meer dan de som van de delen. Die combinatie draagt bij aan de kennis en inzichten die nodig zijn om aanstaande professionals in de geboortezorg toe te rusten met een brede blik voor optimale verloskundige zorgverlening. En uiteindelijk wil ik toch het laatste woord aan de zwangere geven. Kijk, want je bent het gesterkste tijdens een bevalling, maar je bent ook je kwetsbaar. En vooral tijdens die momenten dat je kwetsbaar bent, is het soms zo ontzettend belangrijk dat zeker je hebt je partner, maar dat de verloskundige die naast je staat, dat die jou het vertrouwen geeft dat je op dat moment nodig hebt. Dat is de deskundige. En die moet je zeggen, nou, dit is het geval, kom op, doe even dit. En dat wil je aannemen. Dat wil je heel veel, dat heb je nodig om dat aan te willen nemen. Als je zoveel jaren actief bent in de verloskunde, zijn er massa's mensen die je wil bedanken voor hun inspiratie, hun samenwerking, wat ik van hen heb mogen leren en de kansen die mij gegeven zijn. Mijn grootste zorg is dat ik mensen vergeet. Met de intentie om niemand bewust uit te sluiten, doe ik dan toch een poging. In de eerste plaats de leden van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht en van Zuid. Bedankt dat jullie deze leerstoel mogelijk maken, deze van harte ondersteunen en mij jullie vertrouwen geven. Dat de leerstoel nu ingevuld wordt door een Nederlandse verloskundige kent een lange voorgeschiedenis, waaraan Gerard Essert, Harry Hille, Martin Paul en Nanne de Vries een grote bijdrage hebben geleverd. Ook grote dank aan de directeuren van de Academie Verloskunde Maastricht, waarmee ik in de afgelopen 20 jaar nauw heb samengewerkt. Ieder van hen is altijd volgegaan voor het verloskundig onderwijs en onderzoek. Ze hebben mij veel kansen gegeven en waardering gegeven en daarmee het lef om deze bijzondere taak op te pakken. Raymond de Vries en Twan Lagros, ik heb enorm gewoft dat jullie de afgelopen jaren mijn opleiders in de wetenschap zijn geweest. De gesprekken die we hebben gevoerd en nog steeds voeren zijn een prachtige bron van inspiratie. Mijn collega's van de Academie Verloskunde, we delen een gezamenlijke passie voor een goede geboortezorg en voor het opleiden van onze studenten tot ware experts in de fysiologische verloskunde. Juist vandaag ook een heel in het bijzonder de mensen van het lectoraat. Jullie zijn mijn maatjes. Ik kan jullie niet vaak genoeg zeggen hoe enorm ik het waardeer dat we alle scherpte kunnen discussiëren op zoek naar de beste koers en oplossingen. Ook mijn collega's van de lectoraten van Zuid en de onderzoekers van de Universiteit Maastricht, waarmee ik al allerlei activiteiten deel, het is fijn om met jullie samen te werken en het onderzoek van de geboortezorg verder te brengen met zo'n diverse groep van experts. Mijn collega-onderzoekers binnen Nederland, met name Corina, Ank en Hanneke, we hebben veel ambities voor het midwifery-onderzoek. Het is fantastisch om dat met jullie te delen en te concretiseren. Mijn internationale collega's, die voor mij letterlijk de wereld van de geboortezorg hebben geopend, met al zijn plussen en minnen. Dat is ontzettend leerzaam. De promovendi die ik in de afgelopen jaren als co-promotor en nu als promotor mocht of mag begeleiden. Yvonne, Astrid, Dari, Suzanne, Franca, Michelle, Maaike, Frances, Lianne en Embla. Jullie begeleiden is met stip het leukste stuk van mijn werk. Wat een luxe om met enthousiast onderzoekende mensen te zien groeien in de wetenschap. De studenten, jullie zijn voor mij de verbinding met de toekomst van de verloskunde. Ik wil jullie bedanken en bedanken voor jullie vragen, kritische opmerkingen en betrokkenheid. Jullie geven me alle vertrouwen in de toekomst. Collega's in de geboortezorg, verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden, kinderartsen. Ik ben jullie veel dank verschuldigd voor de vele manieren waarop jullie steeds
mij weer voeden met de realiteit van de geboortezorg en bereid zijn om mee te werken aan onze onderzoeken. Lieve familie en vrienden, de wandelingen, filmfestivals, boekbesprekingen, reizen en etentjes met jullie zorgen dat ik steeds weer oplaad en energie heb om door te gaan. Atja, sinds ons afstuderen zijn we in dialoog over de verloskunde, al decennia lang, en we zijn nog niet uitgepraat. Maar het is niet alleen verloskunde. Gelukkig zijn er ook altijd recent gelezen boeken waarover we het moeten hebben. Theo, Elze, Dirk, Belen en ons kleinkind in wording. Jullie zijn er altijd. Zo normaal en nog altijd buitengewoon. En als laatste wil ik alle zwangere vrouwen, hun partners en hun kinderen bedanken. Als iemand mij vraagt of ik de praktijk mis, dan gaat dat niet over het doen van een bevalling, maar over het voorrecht om bij al die verschillende mensen binnengelaten te worden in hun huis en aanwezig te mogen zijn bij een van de meest intiemste momenten van hun leven. Ik heb gezegd. Dankjewel, Marianne. Jij bedankt allerlei mensen, maar wij bedanken natuurlijk nu jou voor deze openbare les. Ik denk dat je achtergrond met de NPH, de Public Health perspectief, maar ook de verloskunde natuurlijk, helemaal niet hebt veronachtzaamd. Alles kwam langs, de sociaal-economische gezondheidsverschillen, het samenspel rondom geboorte natuurlijk, de verbinding met het sociale domein. Dat ging me allemaal echt aan het hart. Pleit door voor continuïteit in de zorg, ook het samenspel rondom onderzoek en onderwijs. En dat is eigenlijk helemaal niet iets wat heel specifiek voor de verloskunde hoeft te zijn, maar wat misschien dan ook wel een les is voor de hele zorg, het hele zorgdomein, want iedereen kan daar iets uit leren, denk ik. Je hebt jezelf een opdracht gegeven. Ik wens je daarbij heel veel succes natuurlijk. En je had een opmerking over blozende wangen en aandacht. Jij had blozende wangen, maar ik had toch aandacht. Dus het viel wel mee. Ik dank alle aanwezigen natuurlijk. Ik feliciteer ook eerst jou en dan je gezin, familie, vrienden en ook diegenen die nog in wording zijn. De Academie Verloskunde in Maastricht. En Zuid-Universiteit en met name dan natuurlijk de faculteit gezondheid daarbinnen. En om dat allemaal te vieren is er een receptie nu. Die receptie is in onze refter, zoals het heet, omdat dit vroeger een klooster was. Daarna is er ook, ik heb begrepen, een wat grotere feestelijke gelegenheid. Dus mede namens Marianne wil ik jullie vragen, als je toch naar dat feest gaat, doe hier dan geen moeite om haar te spreken te krijgen. Want dan hebben wij daartoe wel de kans. En ga vooral ook niet in de rij staan, maar pak gewoon je moment. En daarmee sluit ik deze bijeenkomst.